Een kwartiertje fietsen vanaf de parade in de wijk Hambaken. Daar ontvangen de Bossen muzikanten hun publiek. In het huis van Richelle Rijn. Dus ik zal u voorstellen, u heeft haar al gezien. Richelle Rijn Dacriet. Onze gastvrouw. Ik heb het gedaan om mijn cultuur tentoon te stellen. Dus heel veel mensen weten niet hoe we in Suriname leven. De muzikanten zijn met hun voorstelling op zoek naar de muziek en de verhalen van al die verschillende culturen in de stad. Volgende week gebruiken ze die muziek in een serie concerten op de parade. Wat we proberen te bereiken is dat mensen hun ogen open doen en zien dat er naast hun, bij de buren, ook mensen wonen die ook gewoon mensen zijn. Wij wonen in Den Bosch, hier is het Festival Boulevard. Wij dachten, hier zijn ook veel culturen. Ik ben zelf ook een allochtoon, dus. Uiteindelijk vraag ik de gastvrouw wat zij het belangrijkste vindt van de Surinaamse cultuur. In Suriname heb je verschillende bevolkingsgroepen. Er is soms mot, zo nu en dan, vooral tijdens verkiezingstijd, begrijpt u wel. Maar wanneer er feest is, zijn we één. En die uitspraak past wel bij het zingende feestje, waarin het concert van Vonk en Vlam uiteindelijk veranderde. Was het een beetje een Surinaams feestje vanavond? Het was een beetje rustig. Het was te rustig, ja. 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 Het was een beetje rustig, ja. Ja.